Welkom bij onze eerste online Daily Fit workout. We gaan zometeen oefeningen doen van 1,5 minuut, dus 1 minuut 30 seconden. Daarna krijgen we rust, dus ook de wisseltijd na een andere oefening door. En we hebben 7 oefeningen voor jullie klaarstaan. En mocht je nou aan het einde denken, ik kan nog een rondje, twijfel dan niet. Spoel de video dan gewoon even terug. En dan pakken we gewoon weer overnieuw, voor of aan. Dus dan zie je ons ook weer en dan kun je de oefeningen weer lekker meedoen. Ik heb vandaag voor jullie meegenomen, Wouter. Jullie zullen hem vast wel kennen van jullie zelf Daily Fit lessen. En natuurlijk op de achtergrond, jullie zien het niet, maar Shirley is ook aanwezig. En die houdt de tijd goed in de gaten. Dus we kunnen helemaal niet smokkelen vandaag. Zowel wij niet, als jullie thuis ook niet. Bij deze workout hebben we iets leuks bedacht. En ik weet zeker dat jullie vast in huis hebben, wc-rollen. Maakt niet uit, is het met een zachte kant, is het met een harde kant. Maak het zo gek als je zelf wil. Maar je hebt er in ieder geval 2 nodig. Mocht je nou nog meer hebben, ik zeg pak heel het pak erbij, want misschien komen ze nog wel te van pas. We gaan als eerste de oefeningen met jullie doornemen. De 7 oefeningen zoals in het begin uitgelegd. 2 wc-rollen. Eentje zet je iets verder weg dan de ander, zodat je een mooie sprintvlak hebt. Want we gaan een klein stukje sprinten om lekker onze hartslag omhoog te gooien. Is je huiskamer nou heel groot? Twijfel dan niet en zet ze gewoon lekker ver uit elkaar. Pak de ruimte die je hebt. En heb je maar een kleine ruimte, ja, dan moet je gewoon vaker op en neer gaan wandelen. Maakt niet uit. Wat je gaat doen, is je tikt de wc-rol natuurlijk aan. Je tikt hem aan. Sprint naar de andere kant zo hard als je kan. Tik hem weer aan. Loop naar de andere kant. Kun je nou niet sprinten, mag je gewoon stevig doorwandelen. Probeer zo vaak mogelijk in 1,5 minuut. Hij was duidelijk, hè? Hij is duidelijk. Oefening 1 is dus sprinten. Oefening 2 is een sumo squat. 2 wc-rollen. Pak ze erbij. Eentje mag je er in principe al neer gaan zitten. Tenen zet je goed uit elkaar. En de andere mag je vastpakken in je handen. Wat je gaat doen is zitten wc-rol op de andere wc-rol. Buik omlaag, rug mooi recht. Bek en de achterkantelen. En kom weer op. Je zakt weer, pak de wc-rol op. En staand. Wil je het moeilijker maken? Nou, dan kun je ze natuurlijk allebei van de grond afrapen. En denk je, ik doe het gewoon met 1 wc-rol zoals je bij Wouter ziet. Mag dat natuurlijk ook. En als je denkt, dat diep doorzakken, ik wil hem toch niet zo diep doen, sta je gewoon 3-4 op. Maak het zo gek mogelijk als je zelf wil. Dat is oefening 2. Oefening 3, gaan we naar de plankvorm. Ook weer, 2 wc-rollen die we nodig hebben. Heb je een matje, heb je een handdoek thuis, pak hem erbij als je dat fijn vindt. Wouter zal de oefening laten zien, vanaf de zijkant. Je zet de wc-rollen op elkaar, aan 1 kant. Kom in de plankhouding staan. Dus op de ellebogen, eventueel. Of zoals Wouter doet, op de armen gestrekt. Je pakt de wc-rol, verplaats hem naar de andere kant. Je pakt de andere, zet hem erop. En kom weer in het midden. En dan wissel je. Op. En ander. En terug. En als je denkt, nou, ik wil hem gewoon lekker om en om doen. Mag dat natuurlijk ook. Zolang je maar in die plankhouding blijft staan. Let op je heupen. Niet te hoog op. Hou ze mooi gestrekt laag. De volgende oefening die we gaan doen, is voor de buikspieren. We gaan natuurlijk al richting de zomer. We zitten nu in de lente, dus onze buikspieren moeten we goed gaan trainen. Wat je gaat doen, je stapelt de wc-rol op. Je handen mag je achter je plaatsen. Je been til je over de andere heen, zet hem op de grond neer en til hem weer terug. Denk je, ach, veel te makkelijk voor mij, ik wil hem zwaarder maken. Til je ze gewoon allebei op. Dat mag ook. En als je denkt, nou, nog zwaarder, ander alternatief, handen strekken naar voren. Dat was de buikoefening. We gaan naar de volgende oefening. Kom weer lekker staan. Pak weer 1 wc-rol in je hand. Volgen nog? Zeker, hartstikke goed. We gaan onze knieën optillen. En onze wc-rol, die gaat er onderdoor. Til je been lekker hoog op. Belangrijkste, blijf mooi rechtop. En til hem onderlangs. En vooral blijven lachen bij deze oefening. Dat is goed voor je. Dan, oefening 6 alweer. 2 wc-rollen hebben we nodig. Je pakt ze vast. Vanaf de zijkant gaan we voordoen. Zet ze tegen elkaar aan. Armen gaan open alsof je een appel tussen je schouderbladen samenknijpt en weer terug. Dus open en weer terug. We doen 3 keer opzij. 1, 2, 3. En dan gaan we 3 keer naar voren. 1, 2 en 3. En weer 3 keer opzij. 1, 2, 3. En dat is best zwaar hoor. En op. 2 en 3. Heel goed. Dan hebben we dus natuurlijk nog 1 oefening als jullie meegeteld hebben. Stukje balans gaan we oefenen. Pak de wc-rollen weer. Zet ze op elkaar. Dat is makkelijker. Op je pak gebruik de 1. Kom lekker staan. Zoek je balans. Til je been op. Buig naar voren.
weer terug. Wissel in de andere kant. Zet hem weer erop. En weer terug. En weer verder doorzakken. Dan doe je het dus met eentje. Hop. Terug. En op. En een nog één alternatief, is gewoon dat je je voet aan de grond houdt. En terug op. En als je denkt, ik wil niet verder doorzakken. Er is van alles mogelijk. Zolang je alles maar aangespannen houdt. Buikspieren aan, rug maar recht. Ik zeg, wij zijn er klaar voor. De oefeningen die staan er gereed. Twee wc-rollen en een matje. En dan gaan we lekker starten met eerst een goede warming-up. Dan gaan we. Kom lekker stap op de plaat. Neem je armen lekker mee. En als dit doet denken aan Nederland in beweging. Ja, dan lijkt er een klein beetje op. Alleen we hebben een leuke variant voor jullie gemaakt. Met natuurlijk bekende gezichten. Dus kom lekker stappen. Zwaai je armen even lekker mee. Dan gaan we de schouders naar voren halen. Groot optillen. Blijf lekker stappen. In de huiskamer, voor de tv. Of lekker in de tuin. Zwaai je armen naar achter. Mooi rechtop. Gaan we de armen even lang maken. Zo even helemaal naar voren. Blijf lekker stappen. En naar achter. Grote bewegingen. Nog 3, 2, 1. En dan gaan we lekker opzij stappen. Komt ie aan. Stap en stap. Neem je armen lekker mee, hè? Als je laat hangen. Ja. We hebben ze toch, dus neem ze gewoon lekker mee. Hop. Lekker naar voren, lekker terug. We gaan iets hoger optillen. Omhoog. En het tempo kun je ook voor jezelf een beetje aanpassen. Misschien gaan wij nu wel te snel en denk je, een stukje langzamer mag ook al, Mieke. Alles kan. We hebben hem zo gemaakt dat je hem lekker thuis mee kan doen. We gaan de hakken naar de billen halen. Komt ie aan. Hop. Hop. Handen naar achter. Handen naar voor. Maak het lekker zo gek als je zelf wil. En in plaats van de hakken. 3, 2. Gaan we de knieën omhoog halen. Hop. Hop. Neem je armen lekker mee. En lachen we thuis ook nog. Hier wel. En hier wordt het ook een stukje warmer. Nog 4. 3. 2. 1. Ik zeg, laten we lekker beginnen met onze Daily Fit Workout. 1 minuut en 30 seconden duurt de oefening. Daarna een korte rustpauze waarin je dus doorwisselt naar de volgende. Ik zeg, laten we lekker van start gaan. Dan gaan we. 2 wc-rollen. Eerste oefening, sprint track. Zet ze neer. Zijn we er klaar voor? We gaan starten. 3, 2, 1. Let's go. Hoppa. Anderhalve minuut. En tik die wc-rollen aan. Als je denkt het is te moeilijk, ga je gewoon lopen. Hè? Alles kan. En denk aan die koffie, hè, waar we straks naartoe willen rennen aan het einde van de workout. Kom op. Ga door. Hou me vast. Ik ga jullie klappen. 20 seconden zijn we onderweg. Zak hem goed door. En als je denkt ik wil niet zo ver zakken, dan bouw je gewoon een stapel met wc-rollen gewoon hoger op. Kom op! Oh, 35 seconden! Wordt het wel een beetje moe thuis? Ik hoor Wouter hier al zuchten achter mij. Maar dat mag. Kom op! 50 seconden onderweg. Nou, ik vind het wel top hoor. Dat jullie dit gewoon anderhalf minuut doen wekelijks. En jullie hoeven ons zo te zien niet te missen. We gaan lekker door. 30 seconden nog! Hoi, hoi, hoi. Kom op. Zet hem door, zet hem door. Dit gaat goed. 20 seconden nog. En voel dat die hartslag omhoog gaat. We zijn er bijna. We gaan bijna aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Oefening 1 zit erop. We gaan snel door naar oefening 2. Dat was de squat. Als je nou denkt, jullie gaan veel te snel. Druk even op de pauzeknop. Pak een slokje water. En dan stroom je gewoon weer lekker mee in. Zijn we er klaar voor? Tenen naar buiten. Kanten weer bekken naar achter. Jullie horen mij zuchten. Dat is een goed teken. We gaan starten. 3, 2, 1. Let's go. Op. En weer neer. Hop. Je mag deze oefening dus ook met 1 wc-rol doen. Of met 3 op elkaar. Want meestal is het een pak 6 of 9.
Dus ja, je kunt hem zo hoog opstapelen als je zelf wil. En op. Woehoe, mijn hartslag is hoog. Dat zullen jullie misschien wel horen. Maar dat mag. We zijn intensief bezig. Anderhalf minuut weer. Zorg ervoor dat je rug mooi recht is. En duw die bekken naar achteren. Dus kantel die billen. Knieën gaan mooi schuin naar voren. In het verlengde van je voeten. Hop. En weer terug. Ga je nog klappen. 40 seconden. Zijn we onderweg. Kunnen we nog? En wil je weten hoe het vanuit de zijkant eraan ziet? Kijk dan naar Wouter. Goed je bekken naar achterkantelen. Mooi rechtop en weer terug. Blijven lachen. Klaar. Woe. 1 minuut. Zijn we onderweg. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dit thuis gaan ervaren. We horen de reacties wel. Dat vinden wij ook leuk. En dan gaan we gewoon weer beginnen. De nieuwe oefeningen. Hop. En terug. Hop. En terug. En je kunt zoveel maken als je zelf wil. Kun je veel herhalingen? Doe je er veel. Doe je wat langzamer tempo, dan iets langzamer. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Oefening 2 zit erop. We gaan naar oefening 3, de plank. Snel door. Wouter zal hem weer ervoor doen. Vanaf de zijkant. Stapel de wc-rollen weer op. Je hebt er echt maar 2 nodig. Kom in de plankhouding, gestrekte armen of laag. Ik zeg, zijn we ready? 3, 2, 1. Klaar! 1,5 minuut. En terug. Ja, wij laten jullie niet zoveel rusten. Want jullie zijn heel veel gewend van ons. Dus de workout die je gewoon bij ons altijd doet, die je gewoon nu lekker thuis. En dat kan makkelijk. Hop. Hop. En dan komen die wc-rollen toch wel goed van pas. Mocht je nou geen wc-rollen hebben, of gewoon de blokkendoos van je kleinkinderen, alles kun je hiervoor gebruiken. Hop. Hop. Of gewoon zonder wc-rollen. Dat kan ook. Blijven lachen, hè? En als je rood aanloopt, dat is helemaal niet erg, dan lopen wij ook. Kom op. Even doorzetten nog. Hop. Zorg ervoor dat je heupen mooi opblijven, hè? Dus niet inzakken. 50 seconden zijn we onderweg, dames en heren. Gaat het nog goed, Wouter? Ja, ik weet niet of jullie hem horen, maar hij zei zeker weten. Kom maar. Hou vol. Zet hem door. We zijn 1 minuut gepasseerd. Kunnen we nog lachen? Big smile. Hey. Heel goed. Kom op, nog 20 seconden. Ho, daar gaat hij. Ja, en dat is dus een nadeel. Als hij gaat, dan wordt het vermoeiender. Dus je moet geconcentreerd te werk gaan. 10 seconden nog. Kom op. 5. 4. 3, 2, 1. Ik zeg, deze oefening zit erop. We gaan snel door naar de volgende. Onze buikspieren. Draai jezelf om. Stapel de wc-rol op. 2 op elkaar, 1 op elkaar. Blok op elkaar. Handen naar achter. Buikspieren aanspannen. 3, 2, 1. Dan gaat hij klaar. Je benen tik ze eroverheen. En wil je het zwaarder maken? Dan hou je benen gewoon van de grond. Dan til je ze allebei tegelijk op. En wil je dus nog zwaarder maken, handen van de grond. En weer terug. Aantikken. En weer terug op. Klaar. En we zuchten nog steeds, want die hartslag die blijft omhoog. Ja, we zitten nu in die lenteperiode. We gaan richting de zomer. Dus dat betekent dat natuurlijk onze killer body, onze buikspieren, goed moeten gaan trainen. Als je nou denkt, dit is veel te makkelijk, stapel gewoon die wc-rollen hoog op elkaar. En wat het leukste is, we stoppen gewoon lekker een challenge in. Hoe hoog kun jij de berg opstapelen om je benen over elkaar te tillen? 45 seconden zijn we onderweg. Het zweet loopt langs van voorover naar beneden. Je zult het niet geloven. Als de camera goed is, dan zie je het niet. Het wordt goed bijgewerkt. Even een tipje. We hebben het hier warm, hè? Zo. Hé, hey, we zitten op 1 minuut, dames en heren. Kom op. Kunnen we nog eventjes? Hoi, hoi, hoi. 20 seconden nog. Dit is oefening 4. Dus we moeten hierna nog 3 oefeningen. Kom op. Even doorzetten nog. Lekker blijven zuchten. Goed uitblazen. En je hoort die koffie gewoon al pruttelen op de achtergrond. Want daar willen we naartoe. 3, 2, 1. Yes. Kom lekker staan. We gaan naar de volgende.
High knees. Pak één wc-rol. Lekker bij de hand. Buikspieren aanspannen. Ik zeg, we hebben net lekker gezeten. Laten we weer iets actiever gaan maken. High knees. In 3, 2, 1. Klaar. Die wc-rol. Onder de benen door. Blijf mooi rechtop staan. Hop, hop. En je kunt je been net zo hoog omhoog gooien als je zelf wil. En de snelheid kan ook steeds sneller. Echt het tempo kun je in alle oefeningen die we nu doen zelf variëren. Kijk, en als hij gaat, dat is jammer. Dan moet je dus een squat doen. Hé, hier is hij. En we gaan gewoon weer lekker door. Want dit kan thuis ook gebeuren. Kom op. We zitten op 30 seconden. En het leukste is dat we die workouts voor jullie gewoon zelf maken. Zo'n eigen huis, tuin en keuken. Maar zelf vinden we ook nog best pittig. Want ook wij zitten natuurlijk wat meer stil als jullie. Maar toch proberen we elkaar in beweging te houden. 50 seconden inmiddels onderweg. We praten de tijd al lekker vol met jullie. Kom op! Kunnen de knieën nog iets hoger? Ja, 1 minuut gepasseerd. 30 seconden nog. Woehoe. Gaat het nog goed, Wouter? Oh, kom op. Yes, 15 seconden nog. Blijf de knieën hoog optillen. En als je nou denkt, dit vind ik leuk met een bal. Pak die er lekker bij, hè. 10 seconden nog. Hop, hop. Oh, we zijn er bijna even spirit erin. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oefening 5 is geslaagd. We gaan door naar nummer 6. Pak 2 wc-rollen erbij. Zijpositie. En voorkantpositie. Wc-rollen vast. Backfly, de rugspieren. Komt ie aan. Opzij, 3 keer. 1, 2, 3. En naar voren, daar gaan we. 1, 2, 3. En weer opzij. En alsof er een appel of een druif tussen je schouderbladen zit, die ik kapot wil maken. Ja, en als je heel veel druiven plept, heb je straks lekker wijntje. Kom op! Kom op! 3 opzij, 3 omhoog. Hoppa, en weer opzij. Zorg er wel voor dat je tijdens deze workout gewoon lekker sportkleren aan hebt. Makkelijke schoenen, waar je lekker in kan bewegen. Want hoe meer bewegingsuitslag, hoe makkelijker het gaat. 2, 3 en zij. En pak lekker je eigen tempo, hè. Klaar. En zoals je ziet, deze workout is zowel voor mannen als voor vrouwen. Kom op, die spierkracht. Even doorzetten nog. Even een knipoog naar de camera. Hoe spelen jullie thuis? Gaat het nog goed? We zitten inmiddels al op 1 minuut. Kom op. En weer opzij. En we blijven lachen. Dat proberen we hier ook te doen. Maar stiekem hebben wij ook zwaar. Kom op, 20 seconden nog. Dit is de ene laatste oefening. Dus we zijn bijna rond. Bijna. Handvol. Weer 3 opzij. 2, 3. En weer vol. Hop. Hop. We gaan achter, dames en heren, nog 5, 4, 3, 2, 1. Yes, heel goed. Ruk lekker getraind. We gaan naar de laatste oefening. Balansoefening. Zet de wc-rollen op elkaar. Of je gebruikt er eentje, wat je zelf wil. Kom naar achter staan. Wij beginnen op rechts voor, links achter. We gaan dus naar voren buigen en weer terug op. Zijn we ready voor de laatste 1,5 minuut? Gaan we nog even knallen? We gaan starten. 3. 2, 1, klaar! Buik dus rustig naar voren, rustig terug wissel. Als je tussendoor een stapje wil zetten aan elkaar, mag dat. Maar je mag natuurlijk ook, aan één stuk doorgaan. En of je hem neerzet of vasthoudt, alle variaties zijn mogelijk. Je mag hem ook gewoon achteraan tikken, hop, terug op. Zolang je je buikspieren maar aanspant en je rug mooi rechtop. En zeker, dit is de laatste oefening. Dus je bent al wat vermoeiender. Die hartslag is er nog lekker hoog. Hop. En terug en tussendoor zetten we weer een keertje neer. En terug. En terug. Als je nou niet zo ver wilt doorzakken, dan bouw je gewoon die toren van de wc-rollen hoger op. Zodat je gewoon niet verder weg hebt verbeterd. Dat mag natuurlijk ook, zolang je alles maar gewoon goed aanspannen blijft houden. Dames en heren, we zitten bijna op 1 minuut. Bijna het einde, bijna de finish. Kom op. Even aanzetten nog. Even doorzetten nog. Klaar.
Heel goed, laatste 20 seconden. Even doorgaan nog. En die koffie, die begint al lekker te ruiken. Come on. 15 seconden. Gaat hij nog goed, Wouter? Ja, ja, ja. Hier gaat het goed, jullie thuis ook nog. We gaan aftellen. Nog 5. 4. 3. 2. En 1. Ja, even een applaus voor jezelf hoor. Vanuit hier, maar ook voor jullie thuis. 2 duimpjes in ieder geval hartstikke goed omhoog. Denk je nou, ik vond het hartstikke leuk. Ik wil nog een ronde doen. Spoel hem dus eventjes terug. En begin gewoon weer lekker met ons vooraan. Wij gaan hier ook nog gewoon even lekker door. Met een aantal rondjes. Dus doe lekker met ons mee. En laat ons weten hoeveel rondjes jij aan kan. En dan gaan wij lekker door. Zoals jullie thuis. En wij hier. En we hopen jullie heel snel weer te zien. Ik zeg nog even die schoudertjes draaien. Zeker niet vergeten. Eventjes naar voren. Rechterarm voorlangs. Pak hem bij je schouderkop. Klein beetje druk opgeven. En terug. Dus mocht je nou gelijk doorgaan naar de volgende ronde. Sla die kont daar over. En spoel hem weer lekker terug. Handen naar achter. Schouderbladen naar elkaar. Kijk eventjes omhoog. Borst vooruit duwen. Trotse blik. En naar voren. Trek je navel in. Kin op de borst. Gaan we de been nog even verder uit elkaar zetten. Kom even op rechts hangen. En weer rustig terug. En als je nou leuk vindt om die cooldown ook gewoon met wc-rollen uit te voeren, pak er gewoon lekker 2 vast. Stop ze onder je armen. Doe er wat leuks mee. Maak nog even lang. Buig even helemaal voorover. Aan de grond. Richting hamstrings. En terug op. Ik zeg adem nog 2 keer diep in. Komt-ie. Maak je lang. En blaas uit. Allerlaatste keer. Maak je lang. En blaas uit. Wij zeggen tot de volgende keer.